De kampioen van de hoofdklasse A en de kampioen van de hoofdklasse B van vorig seizoen tegen elkaar. Nu hebben ze het moeilijk, allebei de laatste twee wedstrijden verloren. En dus is het snakken naar de overwinning voor beide ploegen. Scheveningen dat beter aan de wedstrijd begint. Hier een kans voor die ploeg. Dan is het Aldogan. Een goede redding van Michael de Leeuw. Opnieuw Scheveningen aan de linkerkant met Achterberg. Lijkt zich vast te lopen. Dan krijgt de bal toch bij Tim Peters. Peters kan gaan schieten en dan is het al raak voor Scheveningen. Appel voor buitenspel bij Jodan Boys, maar daar is geen sprake van. En dan kan Peters het afmaken. 1-0. Jodan Boys probeert er iets tegenover te zetten. Lange bal. Is dat een overtreding daar van Benk? Nee, zegt de scheidsrechter. Dan grabbelt Beeldsnijer, maar hij komt goed weg. En dan is dit een overtreding van Remco de Rijk. Scheveningen weer met Aldogan. Een verspeelde bal, kan de Jodan Boys eruit komen. Verheid. Opnieuw Verheid. Dan komt Sieremans mee op, de rechtsback. Die mag zomaar opstomen. Sieremans nog altijd het schot. Dan grabbelt Beeldsnijder en is daar de kans en de goal. De goal van Kees Graafland. En zo is Jodan Boys weer terug. Hier de fout van Beeldsnijder, want die lijkt die bal toch te kunnen pakken. Maar hij laat hem los. En dan kan Graafland profiteren. De topscorer Thomas Verheid is inmiddels uitgevallen. Voor hem in de plaats is Gino Mulder gekomen. Hier is die Gino Mulder met de voorzet. Die kan worden gepakt door Beeldsnijder. Grabbelt weer, maar hij komt ermee weg dit keer. Beide ploegen die dus vechten voor hun eerste overwinning in drie wedstrijden. Hier is Scheveningen met Achterberg. Die leunt te ver achterover. Anders had dit een goede kans geweest voor hem. De oudspeler van ADO Den Haag. Ferry de Jong is dit. Krijgt de ruimte, krijgt de bal ook terug. Van Nieuwlaat kan schieten, Ferry de Jong. Dan is hij de redding van Michael de Leeuw maar half. En een slordigheidje dan ook nog bij Ahmed Ali, maar het wordt niet afgestraft. Scheveningen neemt weer over met Achterberg. Aan de rechterkant is Aldogan. Aldogan, kan hij met een voorzet komen? Nee, geeft de bal op Tillema. Tillema met de voorzet dan. Wordt hij nog weggewerkt? Is het schot daar van Achterberg? En de kans, een enorme kans voor Nieuwlaat. Maar mocht die bal er zijn ingegaan, had hij ook niet doorgegaan. Het was buitenspel. Goeie kans toch weer voor Scheveningen. Tweede helft dan met Tillema. Voorzet van Tillema. De kans voor Achterberg op de paal. En dan in de rebound. Opnieuw een kans, maar nu weer een goede redding, zeg. Van die doelman Michael de Leeuw, de kans voor Aldogan in de rebound. En Scheveningen blijft komen. Daar is Tillema alweer. Is dat een overtreding? Nou, het doet er niet toe, want Tillema kan door. Dan is daar de kans. Kan die worden ingeschoten door Achterberg. En dan is het eindelijk wel raak. Achterberg heeft zijn treffer te pakken. De 2-1 voor Scheveningen. Hij zat eraan te komen. Jodan Boys protesteert, maar scheidsrechter Van der Roest is niet van zijn stuk te brengen. De treffer staat. En Scheveningen leidt. Een vrije trap dan voor de Jodan Boys. Kan worden gekopt door Kees Graafland, maar die kan geen richting meegeven aan die bal. Overtreding op Belatje. Een vrije trap voor Jodan Boys. Die neemt Belatje zelf. Oh, dat is slordig. Dan kan Scheveningen overnemen en er snel uitkomen. Met Aldogan. Aldogan. Aldogan gaat hij het doen. Aldogan. Een lob. En wat een fraaie treffer is dit van Aldogan. Die bal lijkt misschien wel over te gaan, maar hij is perfect gepast door Aldogan. Over de Leeuw heen en in de verre hoek raak. Fraaie treffer van Aldogan. De Jodan Boys dan weer. Kan er worden gespeeld misschien door Graafland? Jazeker, die scoort. Maar Graafland staat buitenspel. En dus gaat deze treffer niet door. Nog een kans dan uit deze vrije trap.
Brenk, Brenk. Ah, die gaat voorlangs. Opnieuw een kans voor Jodan Boys. Huntink dan, de invaller, naar Tillema. Tillema kan terug naar Huntink. Huntink haapt de lat. Dat was toch een kans, zeg. En dan alsnog Aldogan. Ja, en dan is het wel raak. Aldogan met zijn tweede treffer. En de vierde voor Scheveningen. Eerst nog even pech voor Huntink. Maar Aldogan kan dan vanuit de rebound scoren. En hij laat de Leeuw kansloos. Opnieuw Scheveningen. Voorzet van Tim Peters. Achterin is Aldogan. Gaat hij voor een hat-trick? Aldogan, zijn schot. En nu zit de Leeuwen wel tussen. Wordt de laatste kans van de wedstrijd verkeken? Of kan Jodan Boys hier nog wat? Een avontuur van Gino Mulder, maar die wordt gestuit. En dan gaat ook deze mogelijkheid verkeken. Zit de wedstrijd erop? Wint Scheveningen met 4-1 van de Jodan Boys. En is dat op groot onvrede van de trainer van de Jodan Boys? We hebben ons gewoon op een hele eenvoudige manier naar een nederlaag laten spelen. Ik kan over heel weinig dingen tevreden zijn, laat ik het maar zo zeggen. Uiteraard ben je altijd blij met de 3 punten. En dan komt het resultaat eerst. Maar de manier waarop we dat hebben gedaan, daar ben ik wel zeer tevreden over.